been staring at the hotel lights all night, waiting for somebody who can catch my vibe. Alright, everybody getting up and I'm still last night, looking for a party that can match my hype. Alright, all these raw emotions flowing through me got me electric. Ik ga vooral letten op inclusiviteit en diversiteit. Ik ga kijken of de kandidaat die het effectief gaat worden ook verder denkt dan de basisinclusiviteit. Denkt hij ook aan thema's als bijvoorbeeld racisme, aan gendergelijkheid? En als dat ook allemaal mee naar boven komt, dan heeft hij wel een stapje voor mij. Ik ben helemaal onbevangen naar hier gekomen. Ik ga gewoon op alles letten. Eerste indruk, spontaniteit van de mensen, hun invalshoek, hun houding. Ja, persoonlijkheid. Daarover gaat het toch eigenlijk. Ik vind het heel belangrijk dat de kandidaten wel bespraakt zijn en een goede uitleg hebben. Of dat ze nu goed kunnen poseren op foto's of goed kunnen dansen in hun ondergoed. Eerlijk waar, mij interesseert dat weinig. Ik wil dat ze het goed kunnen uitleggen. Twee jaar lang heb ik vol trots eerste ereer mogen uitdragen. En vanavond is het eindelijk zover en kunnen we de nieuwe generatie kronen. En ik ben heel erg benieuwd aan wie dat ik mijn lintje kan overdragen straks. Het zou wel zijn dat het nodig is. Zelfs in België, waar we ons eigenlijk al bij al gelukkig mogen prijzen met de rechten die er al zijn, de politieke verworvenheden die er al zijn. Zelfs hier zijn er nog constant dingen die echt niet door de beugel kunnen. Ik heb mij voorbereid door thuis mijn teksten goed na te kijken, de defilés te oefenen, de choreo's en met een goed gevoel te komen. Het was heel intens, veel stress ook, maar het was heel fijn. Het was echt fijn. Bij de vragen of wie dat er allemaal juist was en dat dan zo aangevinkt stiekem. Ik heb ook gelet op présence, de manier hoe dan ze zich uit iets kunnen praten en toch nog goed kunnen voorkomen. Hoe voelt deze persoon aan? Want wij kunnen wel iemand kiezen, maar het moet tegelijkertijd ook aangenaam zijn om daarmee samen te werken. You wanna start again. It's a bit too late for that. You sound just like a man. Everything you promised me. J'adore la scène. J'adore monter sur la scène et donner le spectacle, avoir un grand sourire comme ça à donner aux gens. J'adore, simplement. Ik heb mij voorbereid door heel hard de dansjes te trainen, mij voorbereid door mijn thema heel hard onder de knie te krijgen en gewoon te genieten en te beleven naar dit moment. Vanavond hebben 6 miljoen mensen in Nederland en Vlaanderen toegang gehad tot deze show. Als er één kindje heeft zitten kijken voor de buis met ouders die dachten van hé, maar dit kan het ook of dit bestaat, dan heeft dat zijn doel al gered. Ik vond het echt wel een super toffe show. Ik heb me totaal geamuseerd. Had een hele leuke tafel ook. En ik moet zeggen, van begin tot einde, het was echt meteen als een knaller binnen. Die goede muziek, ja, dat is altijd wel een geweldige avond dan. De stressfactor, daar heb ik voor opgelet. Op het uiterlijke, dat vond ik een moeilijke. Dus je moet scoren geven, je moet punten geven. Dat is iets dat ken ik, ja, lag volledig uit mijn comfortzone, moet ik wel zeggen. Of ik dit verwacht had, kan nu zeer cliché klinken, maar totaal niet. Na een aantal awards die al gepasseerd waren, dacht ik van kijk, het is een leuk avontuur geweest en we gaan met mijn aangenaam en goed gevoel naar huis. En de verrassing was dan ook zo groot natuurlijk. Dus ik ben zeer blij en ik had het totaal niet verwacht.
Nee, ik had dit totaal niet verwacht. Ik hoopte wel op een top 3 plaats, maar ik had niet verwacht dat ik tweede zou eindigen. Dus ik ben heel blij en Maarten is de perfecte winnaar. We zijn een trotse gaststad, we zijn blij dat we de organisatie hebben. We steunen ze ook financieel en we gaan dat blijven doen. Ik had gehoopt om in die top 3 te komen, dat was mijn streefdoel. En om mijn punt te maken, want daar gaat het uiteindelijk om. En ja, het is nu echt de kers op de taart. Dus ik ben helemaal flabbergasted. Maar zo blij en zo dankbaar voor deze mooie kans. Als ik naar de jongen kijk, zag ik enorm veel licht. En dat is wat we nodig hebben, licht. Dus Maarten, je gaat dat heel goed doen.